Ik betaal dan vaak nog een tientje per maand, maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. Okay. Ik krijg geld terug. Kijk, super. Kom bij Leven van de Zon. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Vandaag is het de duurzame huizenroute. Mm-hmm. En ik sta hier bij Jan en dit is jouw woning. En je hebt jouw woning aangemeld of hoe werkt dat? Ja, ik heb al een paar jaar meegedaan en er is een landelijke organisatie voor. En dus er zijn twee data, 2 en 9 november. En mensen kunnen zich aanmelden met z'n drieën of met z'n tweeën. En ik krijg dan een keurige melding daarvan. De bedoeling is dat mensen geïnspireerd raken vanuit concrete voorbeelden. Ja, ze komen dan jouw huis bekijken en kijken op welke manier jij jouw huis duurzaam hebt gemaakt. Ja, ik vertel wanneer ik het een heb gedaan en wanneer het andere. Wanneer kwam de warmtepomp? Die kwam dus al in 2015. 9 jaar geleden. Dus we hebben wat ervaring en die kunnen we mooi doorgeven. U bent hier op bezoek in het huis van de familie Juffermans. Inderdaad, ja. Waarom bent u hier? Om informatie te krijgen over de energie... Besparingen, ja, die we in huis willen. Ja, ik hoorde jullie al net flink discussiëren, ja. Waar hebben jullie het dan over? Waar hadden we het over? Wij hadden over zonnepanelen of over warmtepompen, alle dingen die er mogelijk zijn. Die heeft u nog niet, een warmtepomp? De warmtepomp hebben wij nog niet. Nee, daar zijn we mee bezig om die aan te gaan leggen. En wat er voor mogelijkheden zijn op warmtepompgebied. Ja. En waarom is volgens u zo belangrijk? Waarom het belangrijk is? Om, ja, gewoon, kijk, wij, dit is mijn partner zit hiernaast, wij hebben geen kinderen. Maar wij willen graag dat ook de kinderen van vrienden en kennissen straks toch nog een goed leven hebben. En dat wij door energie te sparen daarvoor kunnen zorgen. Ik ben eigenlijk gekomen, ik ken Jan dan van allerlei lezingen. Dat soort dingen. Maar en toen hoorde ik een keer over zijn waterspoeling, wc-spoeling, dat hij gebruik maakt van zijn regenwater. En daar zou ik eigenlijk wel eens willen zien hoe dat is geïnstalleerd. Ja, ik vind het een hele goede vraag. Maar wij gebruiken inderdaad geen regenwater nog. Vind ik wel een heel goed idee. Maar dan moet je een enorme tank voor maken. Wij gebruiken wel regenwater voor allerlei planten enzovoort. We hebben een enorme regenton. Wat we wel hebben, in zowel de wc beneden en bij de wasbak boven. Boven was je handen na een plas en het water gaat naar de wc toe. En beneden hebben we een plaskraantje. Dan kun je gewoon voor een plas doe je even een kraantje open en niet zeg maar de 9 liter die van boven wordt aangevoerd. Dus qua watergebruik zitten wij op ruim de helft van een gemiddeld gebruik. Ja, het ziet u dat u het financiële gewin niet als eerste punt noemt? Nee, met het financiële gewin is het absoluut niet. Ik denk dat iedereen gewoon zonnepanelen moet aanleggen. Niet om daar geld mee te verdienen. Je hoort vaak zeggen van mensen, ja, ik verdien ze niet terug. Nou, daar hebben wij nooit naar gekeken om ze terug te verdienen. Het zijn er om energie te sparen en de wereld beter te maken, zeg maar. Op dit dak ligt ook toch iets bijzonders. Zijn niet echt zonnepanelen, er ligt iets anders tussen. Er zit een zonnecollector tussen. Zonnecollector, hè? Ja, dat is een soort radiator. Je moet je een verwarmingsradiator voorstellen met water erin. De zon schijnt er direct op en verwarmt het water. En dat water, dat loopt naar onze waterleiding. Ik was daar ook mee. Ik heb een speciale Miele All-Water wasmachine. Maar dan wordt het best wel heel warm. Ja, maar er zit in die wasmachine zit een regulator dat ik op 30 graden ook kan wassen. Is er namelijk iets heel bijzonders waarvan u zegt, nou dat had ik echt niet verwacht dat dit zo goed uit zou pakken. Zo. Oh, dat is by far de warmtemuur. Die en die. De warmtemuur? De warmtemuur, ja. Dat is verwarming staat nog niet heel erg hoog. Dus je voelt het nou nog niet. Maar dat zijn twee muren die warmte afgeven, permanent. Ja, daar zit dus iets en, achter de muur, neem ik aan. Ja, er zit, het is leem. Er zit zo'n laag, daar kan je het zien, daar zit een nisje. Daar kan je zien hoe dik die is. Okay. En er zitten buizen achter. Er loopt water in en dat water wordt verwarmd. Zo ja. Ja, het is hier behagelijk. Ja. Nou, lekker. Ja. Dat is het. Het is echt heel comfortabel. Even. Warmtepomp is prima ervaring. Het is een hele goede ervaring. Toen wij ook nog opnieuw dubbel glas namen, het verbeterde, zijn wij nu helemaal vrij van kosten ook.
Ik betaal dan vaak nog een tientje per maand, maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. Oké. Ik krijg geld terug. Kijk, super. Wij leven van de zon. Een droom bijna. Ja? Dat die is aangekomen. Jazeker. U zegt dus, het scheelt financieel echt een slok op een borrel. Nou ja, je moet investeren. Maar ik investeer niet alleen voor het geld, maar ook voor het probleem dat we een klimaat... Ja, gigantisch probleem hebben met het klimaat. Ja. Er zijn er mensen die zitten te kijken, die zeggen... Meneer Juffermans, het is helemaal geen klimaatprobleem. Wat wilt u tegen die mensen zeggen? Nou, die zijn er gewoon bijna niet meer. Ofwel, je kunt het niet meer ontkennen wat er nu allemaal gebeurt op aarde. Dit is een enorm vraagstuk voor al onze kinderen en kleinkinderen, want het wordt dramatisch. Dus daar deden we het ook voor. Precies. Maar financieel kom je er ook fantastisch goed uit. Ja. Dat kan ik beamen. Wijze les voor de mensen die kijken. Absoluut, absoluut.